Componist, dirigent, muziekleraar en arrangeur Herman Snijders is niet meer. Snijders overleed vanmorgen in Nederland na een ziekbed. Sinds het nieuws over zijn heengaan bekend werd, worden er over en weer herinneringen gedeeld over Snijders, die met recht een van de grootste Surinaamse muzici is geweest. Reacties als het beste uit mij gehaald en streng maar oprecht zijn manieren waarop Snijders wordt herinnerd. Een van zijn grote opdrachten in Suriname was in 2010, toen hij het werk op zich nam om als eerste directeur de Nationale Volksmuziekschool aan de Henk Arendstraat te leiden. Ook daar kwamen er veel muziekleerlingen die kennis kregen van Snijders. Naast zijn enorme verdiensten als muziekleraar staat Snijders ook bekend als een componist die geen blad voor de mond nam over componeren van Surinaamse muziek. Herman Snijders was ook de medeoprichter van het Eddie Snijders Orkest, die is vernoemd naar zijn oom. Ook in Nederland heeft Snijders zijn sporen verdiend. Dat zijn kwaliteiten en persoonlijkheid gemist zullen worden, gaat als een rode draad door de steunbetuigingen. Zijn neef Ronald Snijders zegt: Herman heeft een zeer productief muzikaal leven gekend. Herman Snijders werd 67 jaar.